Ik hervat de geschorste vergadering. En we waren... We waren in de redevoering van de president. En die had nog een dik half uur nodig, president. Dan heeft u het woord. Mevrouw de voorzitter. Ik wil thans ingaan op zaken die gebracht zijn de vorige keer in uw geacht college betreffende jeugd- en sportbeleid. Het lid Venetiaan wilde graag weten waarom de overheidskosten voor de oprichting van een nieuw ministerie niet aangewend worden ter financiering van het jeugd- en sportbeleid. Ik wil uw college informeren dat bij het nemen van de beslissing om het ministerie van Jeugd- en Sportzaken op te richten de volgende overwegingen en feiten hebben gegolden. Het regeerakkoord 2010-2015, ondertekend op 21 augustus 2010 door de coalitiepartners, welke de huidige regering vormen, waarbij partijen besloten hebben een nieuwe overheidsstructuur te vestigen. De roep vanuit het gemeenschapswerk, waarin het platform van buurtorganisaties een bijzondere rol vervult, om meer aandacht aan de jeugd vanuit een specifiek ministerie te schenken. De resultaten uit de diverse jeugdcongressen, waarbij de roep naar de jongeren voor meer aandacht van overheidswegen wordt gevraagd voor de instelling van een speciaal ministerie van jeugd- en sportzaken. De resultaten van de sportcongressen van de afgelopen 2 jaar, waarbij er concrete aanbevelingen zijn gedaan voor de instelling van een apart ministerie voor jeugd- en sportzaken. De regering heeft gemeend niet voorbij te gaan aan de verlangens van de maatschappelijke actoren die mede het overheidsbeleid richting geven en vooral niet aan de investeringen die gepleegd moeten worden in de jeugd ter verhoging van haar ontplooiingskansen en verbetering van de gezondheidstoestand en daarmee ook van de kwaliteit van het leven. Ik haast me om in één adem te vermelden dat de instelling van dit nieuwe ministerie met minimale kosten gemoeid is gegaan, omdat de directoraten jeugdzaken en sportzaken van het bestaande ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling overgeheveld zijn naar het ministerie van Jeugd- en Sportzaken. Mevrouw de voorzitter, op de vraag van het geachte lid Asabina met betrekking tot de voorkeur voor een ministerie voor jeugd- en sportzaken boven een ministerie van jeugd en gezin, verwijs ik u kortheidshalve naar het vorige antwoord op de vorige vraag. Mevrouw de voorzitter, de regering zal tijdens de begrotingsbehandeling ingaan op de door de leden Asabina, Misikaba, Venetiaan, Bova, Breveld en Gardien gestelde vragen over onder andere het jeugdcongres, de jongerenparticipatie en de jongereninformatiebeurs. Er is hier ook gedelibereerd over het gezin. Naar aanleiding van de vraag van de geachte leden Misikaba en Breveld met betrekking tot het gezin, kan ik uw geacht college meedelen dat de regering de mening deelt dat het gezin de sociale basis vormt van de samenleving. Zoals in mijn antwoord aan uw college in de eerste ronde wens ik nogmaals te benadrukken dat de waarde van sterke gezinnen van fundamenteel belang is voor de samenleving. Mevrouw de voorzitter,
geen enkel dialoog met religieuze groepen, sociale organisaties, NGO's en andere groepen zal deze regering te veel zijn om hen te betrekken in het beleid ter bevordering van gezinsvorming en ter versterking van in het algemeen het gezin. In dit kader onderstreep ik datgene wat door enkele geachte leden van uw college naar voren is gebracht met betrekking tot gebroken en eenoudergezinnen. Deze regering is immers in haar beleid gericht op emancipatie van de sociaal-economische en sociaal-psychologische minst adequaat toegeruste delen van de bevolking. Mevrouw de voorzitter, de regering zal zich ook toeleggen op het scheppen van nog meer beschermende wet- en regelgeving ter zake en het opvoeren van sociaal-educatief en sociaal-economisch beleid dat de nodige kansen biedt aan deze groepen in hun emancipatieproces. In dit verband noem ik ons grootschalig huisvestingsprogramma voor deze regeerperiode, dat voor een belangrijk deel zal toekomen aan de behoeften van deze groepen. Ik mag ook noemen de recent ingestelde werkgroep voor integraal kinder- en jeugdbeleid en de wet jeugd- en kinderrechten. De wet jeugd- en kinderrechten ligt bij de Nationale Assemblée ter goedkeuring. Mevrouw de voorzitter, ik mag u allen verzekeren dat het welzijn van individuen in het algemeen en zeker het welzijn van sociaal-psychologisch en sociaal-economische zwakke gezinnen en vooral van eenoudergezinnen in het bijzonder ons na aan het hart ligt en onze speciale beleidsaandacht heeft. Tijdens de begrotingsbehandeling zal de regering nader ingaan op haar gezinsbeleid. Het beleid van het kabinet en de gevoelens over uitholling van de taakstelling van de ministeries. Mevrouw de voorzitter, het geachte lid Brunswijk heeft een vraag gesteld of de regering bekend is met het fenomeen uitholling van ministeries qua taakstelling. Ik denk dat ik begrijp wat het geachte lid bedoelt, omdat ook ik hier in uw college geluiden gehoord heb dat het kabinet van de president de ministeries uitholt. Maar ik zal u zeggen, mevrouw de voorzitter, dat het geenszins mijn bedoeling en zeker ook niet het doel van het beleid van mijn kabinet is en kan zijn om ministers die ik zelf benoemd heb, met wie ik tijdens regeringsvergadering van gedachtenwissel over zaken hun ministerie aangaande en met wie ik individueel in conclaaf ga te beknotten in de hun toebedeelde taken. Mevrouw de voorzitter, laat iets wel duidelijk zijn. In gevolge artikel 99 van de grondwet berust de uitvoerende macht bij de president en de ministers zijn verantwoording verschuldigd aan hem in gevolge artikel 123 lid 2 van de grondwet. Daarnaast zijn er specifieke onderdelen van beleidsterreinen die ik als prioriteitsgebieden heb aangemerkt. Aan deze beleidsgebieden heb ik een projectmatige aanpak gegeven in samenspraak met de ministers ten einde de organisatie van het geheel zodanig aan te passen dat er een betere afstemming voor wat de gehele organisatie betreft kan plaatsvinden. De positie
van het ministerie, van de minister en de hiërarchie is in dit geval ongewijzigd gebleven. Mevrouw de voorzitter, van uitholling van ministeries is er totaal geen sprake. Inderdaad is het zo dat wanneer het probleem vanuit een centraal punt geattaqueerd moet worden en wij in de afgelopen periode tot conclusie zijn gekomen dat heel wat ministeries de potentie ontbreekt om daadwerkelijk invulling te geven aan hun taakstelling, dan is het geenszins de bedoeling om te klagen over dit soort zaken, maar om een structuur in werking te stellen en te brengen, waardoor wij vanuit één centraal punt gericht naar het gezamenlijk bekeken beleid ter uitvoering gaan. Het is een andere manier van werken, maar het kan nooit en ten nimmer de in zich inhouden dat de president welk ministerie dan ook wil gaan uithollen. Met betrekking tot het grondrechtenvraagstuk. Mevrouw de voorzitter, de geachte leden Panka, Brunswijk en Asabina hebben in de tweede ronde opmerkingen gemaakt over het vraagstuk van de grondrechten. Ik wil in deze verwijzen naar hetgeen ik in de eerste ronde heb gezegd. De regering zal tijdens de begrotingsbehandeling hierop verder ingaan. Ik wil echter eraan toevoegen dat bij het realiseren van de grondrechtenconferentie eind juni 2011 rekening zal worden gehouden met de uitgesproken wensen van het geachte lid Asabina. Voorwaar, voorzitter, geen eenvoudig vraagstuk. Maar het is een vraagstuk welke reeds jaren de gemeenschap bezighoudt en waarvan we denken dat indien we de koppen bij elkaar steken en indien wij daadwerkelijk gericht binnen een stuk wet en regelgeving dit fenomeen aanpakken, stapsgewijs, er zijn ter zake deskundigen hier, we hebben binnen universiteit afgestudeerden, we hebben in het buitenland voorbeelden van hoe het zou kunnen met dien verstande dat we onder zeer, zeer, zeer bijzondere omstandigheden leven om dit vraagstuk een zodanige inhoud te geven dat het appelleert aan niet alleen de gevoelens van zij die erom vragen, maar dat het ook appelleert naar zij die op dit grondgebied leven. Het is een zware test. En zo zijn er zware testen die wij gezamenlijk moeten attackeren. En dat zal alleen maar kunnen en dat zal alleen maar lukken, mevrouw de voorzitter, wanneer het ons zal lukken in een nieuwe vorm van politiek voering om de neuzen in één richting te richten. Met betrekking tot de ordening van de goudsector en watervoorziening. Mevrouw de voorzitter, het geachte lid Asabina, ja dacht ik, is van oordeel dat ik in mijn eerste ronde niet ben ingegaan op het vraagstuk van de ordening van de goudsector en dat van de watervoorziening. Ik verwijs hierbij naar hetgeen ik in de eerste ronde hierover heb gezegd. Want ik denk dat dit vraagstuk met de diverse actoren
is besproken, is beleidsmatig vastgelegd, is gezamenlijk in uitvoering gegaan en is gedeeltelijk reeds in uitvoering. Waarbij het natuurlijk van belang is dat jongeren die, laten we het voor het gemakshalve formuleren, zich de dupe zouden kunnen voelen van de ordening, dat wij hun wel als Surinamers het gevoel geven dat er niet alleen maar rechtens toekomt, maar ook daadwerkelijk inhoudelijk met hun gaat praten over het vervolg en inhoudelijke met betrekking tot de ordening van de goudsector. Ook geen eenvoudig vraagstuk, hoe weet dat het al jaren daar ligt, maar wij zullen het moeten aanpakken. Want als u, mevrouw de voorzitter, de moeite zou willen nemen een keer, liefst met de pers, om een korte helikoptervlucht te maken over bepaalde gebieden in het binnenland, dan kan ik u zeggen dat wij voor grote problemen staan. En we moeten die grote problemen niet alleen maar identificeren. We moeten niet proberen de problemen gegroeid in de loop der tijden op anderen af te schuiven. Maar een regering die zichzelf respecteert, zal gegeven de verantwoordelijkheid van de gemeenschap het op zijn schouders moeten nemen om gezamenlijk het probleem, welke dies ook meer zij, niet alleen aan de orde, maar ook te proberen op te lossen. Armoede. Mevrouw de voorzitter, het geachte lid Breveld heeft graag meer details over armoede. En hij stelt daarbij dat pas wanneer concrete cijfers beschikbaar zijn, vergelijkingen gemaakt kunnen worden hoe de stand van de armoede in 2011 en 2015 zal zijn. Het geachte lid heeft gelijk dat cijfers nodig zijn om een goede vergelijking te kunnen maken van de stand van armoede op verschillende momenten. Ik wil verder hieraan toevoegen dat het ons bekend is dat het bureau statistiek, het statistiekbureau over de cijfers in zaken deze materie beschikt. Mevrouw de voorzitter, armoede is een begrip dat in bijna alle definities wordt omschreven als een tekort aan financiële middelen ten einde in de noodzakelijke levensbehoeften te kunnen voorzien. Van onmiddellijk belang is hierbij natuurlijk het antwoord op de vraag wat onder noodzakelijke levensbehoeften moet worden verstaan. Dat antwoord is sterk afhankelijk van de factor tijd, plaats en van de mate waarin objectieve en subjectieve maatstaven een rol spelen. Kortom, armoede is een zeer moeilijk begrip. Het gaat dan ook geen verbazing wekken dat er in de loop van de tijd een zeer uiteenlopende maatstaven zijn gehanteerd ter aanduiding van armoedesituaties. Bovendien is een veelheid van aan armoede verwante begrippen en daarbij behorende indelingen in omloop geraakt, die soms wel en soms niet als synoniemen zijn te beschouwen. De vraag die rijst is of de verschillende opvattingen die de ronde doen over armoede niet tot doel hebben de bestaande armoede te verdoezelen. Onder armoede verstaan wij onder meer het niet bereikbaar zijn
van de primaire levensbehoeften voor de meerderheid van ons volk en dat de kwaliteit van het bestaan van ons geheel volk niet gelijk is. Mevrouw de voorzitter, armoede, ongeacht de definiëring, is voor mijn regering onaanvaardbaar. Het beleid van mijn regering is derhalve erop gericht dat iedere burger over de noodzakelijke basisgoederen moet kunnen beschikken en aanspraak moet kunnen maken op collectieve voorzieningen. Mijn regering stelt alles in het werk om armoede in onze samenleving fundamenteel tegen te gaan. Voor de sociaal-economische zwakkeren van onze samenleving zal de regering die maatregelen en die voorzieningen treffen om de eerste levensbehoeften bereikbaar te maken. Ik denk dat een belangrijk vraagstuk weer hier aan ons opdoemt. En dat is, mevrouw de voorzitter, correcte data. En nogmaals, ik haast mij om te zeggen, want wanneer wij over dit soort zaken praten, dan denkt men veelal dat we geneigd zijn vingers te wijzen naar anderen. Het is nu eenmaal gegeven dat het heel moeilijk wordt of haast onmogelijk is om zonder correcte data beleidsmatig zaken aan te pakken. Ik kom aan het einde van mijn verhaal hierop terug, omdat we niet... Ik ga het voor u cumuleren aan het einde. Omdat het voor u, zeker voor de beleidsmakers, zal het duidelijk zijn dat het een van de problemen is die wij als natie moeten aanpakken. Het lijkt vaak iets of een zaak dat te verwaarlozen is, maar gelooft u mij, het is van bijzondere noden. Ook dienaangaande hebben wij afspraken met deskundigen te landen en internationale deskundigen die denken ons op korte termijn te kunnen bijstaan met betrekking tot dit vraagstuk. Het centraal stellen van de mens. Staat u me toe, mevrouw de voorzitter, in één adem te noemen de vraagstelling van het geachte lid Breeveld en Ranjit Singh met betrekking tot de visie van mijn regering in zaken het centraal stellen van de mens. In de maatschappijvisie van de regering staat de mens centraal. Het beleid van de regering is daarom gestoeld op deze visie, waarbij de ontwikkeling wordt gezien als een integraal proces waarin de sociale doelstellingen als de uiteindelijke worden gezien. In deze ontwikkelingsvisie staat dus de mens met zijn levensvoorwaarden en levensdoelen centraal. Het gaat in deze om de inbedding van deze maatschappijvisie in een wereld- en levensbeschouwing waarin bescherming en behoud van de ecologische voorwaarden voor het leven centraal staat. In deze gaat het om de instandhouding van natuur en biodiversiteit bij het verrichten van economische en andere activiteiten die tot doel hebben het voortbestaan van de mens en van de mensheid veilig te stellen. Om de kwaliteit van het bestaan van de mens gedurende zijn leven, dat wil zeggen om het scheppen van garanties voor welvaart en welzijn en om een rechtvaardige verdeling van welvaart en welzijn over alle mensen, dus ook over alle Surinamers, te kunnen spreiden.
Dit vraagstuk is reeds aan de orde geweest. En ik denk dat ik in een eerdere redenvoering heb aangegeven dat de human capital onze grootste resources zijn waarin er geïnvesteerd zou moeten worden. Mevrouw de voorzitter, de regering gaat ervan uit dat deze uitgewerkte visie het geachte lid Breveld zal geruststellen. Ten aanzien van zijn vraag over het gevaar van kwikgebruik voor mens en milieu, benadruk ik dat de goudordening mede tot doel heeft het kwikgebruik aan te pakken en op korte termijn met elkaar tot het verleden te doen behoren. Geen eenvoudig vraagstuk, het ligt daar en zo zijn er een x aantal vraagstukken waarvan we weten dat die er zijn. Ze niet alleen maar bij politieke beschouwingen in de Nationale Assemblée aan de orde moeten stellen, maar durven ze bij de kop te pakken en gezamenlijk te kijken hoe ver we komen bij de oplossing van de noodzakelijke vraagstukken die we op dat moment vinden die opgelost moeten worden. Het punt van het geachte lid Ranjit Singh met betrekking tot ontheffingen heeft hoegenaamd niets te maken met de visie van de mens staat centraal in ons beleid. Ontheffingen volgen immers op een of andere onregelmatigheid bij indienstneming of bij de dienstuitoefening van betrokkenen. We hebben zo even, denk ik, daarover voldoende gedelibereerd. Er is een opmerking gemaakt, mevrouw de voorzitter, over cynisme. Vandaag weer. Ik ben blij met de opmerking van het geachte lid Breveld over cynisme in de Nationale Assemblée of elders in de samenleving. Laten we ons inderdaad niet bezighouden met cynisme, maar opbouwend bezig zijn nu we met z'n allen hetzelfde doel nastreven. Hoe we het ook bekijken, uit de opmerkingen van zowel oppositie als coalitie kunnen we één conclusie trekken. We zijn met z'n allen bezig een beter Suriname te ontwikkelen. De ene groep heeft wellicht een andere focus dan de andere, maar dat is het verschil in visie en beleid. Het wil echter niet zeggen dat het gevoerde beleid alleen daarom al verkeerd is. De resterende periode zal deze regering er alles, maar dan ook alles aan doen om haar plannen te verwezenlijken voor een beter Suriname. Een Suriname waarin onze kinderen en kindskinderen hun ambities kunnen waarmaken. Mevrouw de voorzitter, laten we elkaar goed begrijpen. Vanuit het denken van mijn regering wil ik er wel op wijzen dat wij in augustus 2010 het mandaat van het Surinaams volk hebben gekregen en dragen dan ook volledig de verantwoordelijkheid voor het in goede banen leiden van de ontwikkeling van ons geliefd land. We zijn echter verplicht inzicht te geven, inzicht te verschaffen. We zijn verplicht om zaken aan de orde te stellen die zo problematisch zijn, waar wij er niet aan gaan kunnen ontkomen, of u nou coalitie of oppositie bent, om mede te helpen om daar verlichting, verbetering, dan wel stopzetting
te bewerkstelligen. Dus wanneer we die dingen zeggen, in elk geval ik, gaat het niet om onaangenaam te zijn. Maar er zijn een aantal zaken die we gezamenlijk echt wel moeten delen. En laat me een hard voorbeeld nemen. Ik zei zo even, kom erop terug. De kwestie van geachte lid Breveld. Met betrekking tot de staatsraad. Als u weet hoeveel maanden geleden dit stuk mijn bureau is gepasseerd. En hoeveel maanden geleden deze zaak in orde zou moeten zijn. Dan begrijpt u, mevrouw de voorzitter, dat we een probleem hebben. En het probleem is dat heel wat ministeries eigenlijk niet eens het predicaat ministerie meer kunnen dragen. Zo erg is het. Als jullie kan ik het herhalen, hoort iemand Saan zeggen. Er zijn ministeries, gelooft u mij, die dat predicaat ministerie niet kunnen dragen. Het is onvoorstelbaar wat wij als Surinamers in de afgelopen jaren hebben gemaakt van die dingen. En of u wilt aanhoren of niet, maar we gaan wat eraan moeten doen om al deze kleine eilanden en al deze kleine belangengroepen, wat dat zijn ze geworden, al deze kleine gehossel in gehossel. Want het lijkt alsof we, als we in een ministerie zijn, zodanig moeten moven dat je niet eens om hoeft te kijken naar je salaris, maar je weet dat je bepaalde garantie hebt omdat jij bezig bent binnen het ministerie om dingen te doen. Voorzitter, we hebben een groot probleem. We hebben een groot probleem. En die problemen moeten wij in elk geval aangeven. Als we naar het verkeer kijken. Want er zijn ook vragen van overgesteld. Het verkeer. We zouden hooguit kunnen zeggen, heb het probleem onderschat. Want het is een chaos van hier tot ginder. Het hindert een ieder. En misschien hadden we gedacht dat we een toverstok hadden om het verkeersprobleem op te lossen. Maar we gaan eraan werken. En mensen moeten niet na een jaar zeggen, ja maar het probleem, het verkeer dit, het verkeer dat. Er zijn een aantal zaken die we met z'n allen gezamenlijk hier, met de hele gemeenschap. Want dadelijk gaat u mij ook vragen om die Bambi bakjes op te rapen. Waar ik me elke dag aan erger in dit land. Een stuk verval. Dat houdt u niet voor mogelijk. En vaak is het zo dat we het niet eens meer zien. We hebben een enorme job te doen. Maar regering Boutersen en Amarali, gelooft u mij, die gaat samen met, ik zei het al, maatschappelijke groeperingen, NGO's, relevante maatschappelijke organisaties, zijn we toch wel van plan om deze zaken aan te pakken. Want dat is eigenlijk natuurlijk de essentie van het verhaal. Niet alleen maar zaken op een bepaald politiek moment te berden brengen, om er politiek mee te gaan scoren. Maar het probleem bekijken en kijken hoe we het samen moeten oplossen. Dus
Of het nou het waterprobleem is, wat ik de vorige keer al zei, dat de mensen al jaren hier drinken in de kreek van de Saramaka-doorzeek, is niet alleen, is niet om vorige regeringen onderuit te halen, maar is ons erop te wijzen dat een van de meest essentiële zaken, namelijk goed drinkwater, aan het einde van deze regeerperiode moet zijn gerealiseerd. En ik vind, ik zeg die dingen en ik zeg ze hard, omdat die gemeenschap, regering Boutersen Amarali, moet kunnen oordelen en beoordelen aan het einde van de komende 5 jaren van onze zittingsperiode. Om te kijken of wij de ruimte weer zullen krijgen van de gemeenschap om door te gaan. En ik kom niet om mensen onderuit te halen, komen niet om politieke cynisme aan de dag te leggen. Voorzitter, ik heb Indiaans geduld. Dus ik zal proberen doen alsof ik niet alle dingen hoorde hier, met, via u natuurlijk, die er allemaal gezegd worden. Maar voorzitter, we hadden een gevoel, nee, er was een gerucht als zou de vorige regering er alles aan doen om, toen ze al konden aanvoelen van luister, de zaak is een bekeken zaak, om er alles aan te doen dat er zo weinig mogelijk middelen over zouden blijven voor de komende regering. En we hebben aangegeven dat we opgescheept zijn geworden met achterstanden in betaling en schulden die deels zelfs niet doorgegeven zijn aan bureau staatsschuld. En dan, wanneer een Asabina of Misikaba, achterlieden, Breveld, zich afvragen, zich zorgen maken van, de bevolking heeft het moeilijk. De bevolking heeft het moeilijk. Dan begrijp ik dat. Want de afspraken die we gemaakt hebben, daar moeten we ook invulling aan geven. Ik heb zo even de 13 afspraken, een aantal van ze weer aangehaald. Maar nu we wat inzicht hebben, en ik denk dat het echt de top van de ijsberg is, en we vragen ons af wat ons nog te wachten staat, dan moet ik u echt wel een paar van die essenties tussendoor zijn gegeven. Want je vraagt je af hoe nogmaals de Raad van Ministers op 4 augustus 2010 een bedrag van 1,6 miljoen Amerikaanse dollars goedkeurt, simpel, met algemene en zelfs onbegrepen beschrijving, geleverde diensten in de afgelopen 10 jaren. Geleverde diensten in de afgelopen 10 jaren. Die dingen lijken wel ludiek, geachte mevrouw de voorzitter. Maar het zijn zeer ernstige zaken. We hebben aangehaald dat de gepensioneerden in overheidsdienst, dat er afspraken zijn gemaakt in 2008 en die worden niet uitgevoerd en de achterstanden die gaan pas in mei, werden pas in mei gecorrigeerd. Als de vorige regering op 6 juli, 15 juli na de verkiezingsuitslag bekend was met
een aantal schulden, met een aantal zaken, mevrouw de voorzitter, dan kan ik bepaalde mensen begrijpen wanneer ze vragen van, hey, maar dit is moeilijk, maar bepaalde mensen niet. Want als ik, het is bekend dat middelen op een vriend, laat me voorzichtig zeggen, op een vriendelijke manier uit staatskas zijn verdwenen. Maar dat er ook middelen op heel duidelijke, ondeskundig beleid, benadering, wat dan ook, wat het allemaal ons gekost heeft. Mevrouw de voorzitter, we hebben een brug bij uitkijk, waarvan we 2/16 miljoen US betaald hebben. Die brug zou ons $3,5 miljoen kosten, plus $700,000 als bijstelling. En nu gaan we die brug repareren voor 3,7 miljoen euro. En dan vragen we ons af van, maar hoe moeilijk hebben die mensen het? Mevrouw de voorzitter, ik zou ook iets zeggen van de Carolinabrug, maar waarschijnlijk weten een aantal leden al. En er is nog nooit een fiets overgereden hoor. Wat het allemaal kost. En dan vraagt u mij, maar wat is mijn pina? Maar voorzitter, over brug gesproken. Over brug gesproken, mevrouw de voorzitter. Want ik hoor, deze verhaal heb ik allemaal gehoord, maar deze kunt u niet gehoord hebben, mevrouw de voorzitter. Is het verboden om water te drinken in uw college? Het is niet verboden, president. U mag water drinken. Water. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de voorzitter. En ik zei ook, los van de algemene zaak, algemene dingen, is ook goed een paar achtergrond. Dus ik stop even over Caroline. Een van de geachte leden zegt, we kennen het verhaal al, hoeveel we en hoeveel schulden we het land al gegooid hebben. Maar mevrouw de voorzitter, kunt u zich voorstellen dat deze president toen gekozen, nog niet beëdigd, wat er te doen gebruikelijk, president-elect, die komt te weten dat een groot project zal worden gegeven aan... Mevrouw de voorzitter, mag ik u vragen of het geachte randje goed luistert? Aan leden, president... U moet voortgaan. U hoeft niet te reageren op dingen buiten de microfoon. Liddoekie. Er is dat project kon niet worden toegewezen. Project van 26,5 miljoen. Om het even af te ronden. Ik bel toen als gekozen president, bel ik de toenmalige vicepresident. Ik zeg, ik hoor, u gaat een toewijzing doen. Ik doe een beroep op u. Laat deze grote zaken over aan de komende regering. Over een aantal dagen hebt u aan de regering. Eerst heb ik een Shanti-verhaal moeten aanhoren. En toen
of ik mensen bedreig. Ik zeg, ik bedreig u. Ik ben als gekozen president, doe ik een beroep op u. Voorzitter, die brug wordt toch toegewezen. Niet voor 26,5 miljoen, maar voor 59.664.385. Oftewel, afterop 60 miljoen. Voorzitter, wij, en dan moet hij mij afvragen, dan moet hij mij vragen van me, die mensen hebben het moeilijk. Maar vindt u het gek wanneer deze dingen gebeuren, dat de mensen het moeilijk gaan hebben? Voorzitter, ja, geachte voorzitter. Ja, president, in ogenblik voorlopig. We hebben geen interesse, maar er is wel een vraag bij de leden. Ik hoor het. Welke brug? Kunt u daar iets duidelijker over zijn? Welke brug? Want aan het eind gaan we die interruptie doen. Er is gevraagd. Lid Brunswijk heeft een vraag, een korte interruptie. Lid Brunswijk. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik wil alleen maar ter verduidelijking via u aan de president vragen. Hij praat over 26 miljoen en daarna 60 miljoen. Is het 60 miljoen SRD of 60 miljoen euro? En welke brug dat is, mevrouw de voorzitter? Ja, president, dat was de vraag. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik ga de vraag concreet beantwoorden. Maar de vraag heeft een financiële kant en de vraag heeft een politiek-morele kant. En klaarblijkelijk schijnt het financieel gedeelte de boventoon te voeren. En we missen waarschijnlijk dat gedeelte wat politiek-ethisch onbehoorlijk is. Maar goed, daarom zijn we met elkaar om de gezamenlijke problemen die we allemaal hebben op te lossen. De brug over de brug die Nameco gaat bouwen, daar hebben we het over. Die samen gaat doorsteek, waarschijnlijk. Die 26. Graag de voorzitter. Voorzitter, het geachte lid Brunswijk heeft mij een vraag gesteld. De man gaat een brug maken voor 26,5 miljoen SRD. En we gunnen hem kort voordat die regering, aan de regering komt. En de gekozen president die België moet aantonen voor 60 miljoen. En we maken daar grappen over. Voorzitter, we hebben een lange weg te gaan. Voorzitter. Maar desondanks geven wij niet op. We weten dat de job groot is. En ik ga besluiten met, ondanks de vele zaken die hier zijn aangehaald, ga ik besluiten om nogmaals erop te wijzen via de monitor dat we samen een enorme job te vervullen hebben. En mijn betoog zal afgesloten zijn met uw toestemming, mevrouw de voorzitter, wanneer over enkele minuten, wanneer de inzichten omtrent
waarmee we als land bezig moeten zijn, zullen zijn beëindigd bij uw monitor.